De politie roept startjes op om deze week hun steekwapens in te leveren op politiebureaus. Tot die tijd hebben mensen de kans om anoniem en zonder gevolgen hun verboden wapens in te leveren. Vanaf 1 mei gaat de nieuwe wet wapens en munitie in en daarom is deze actie opgezet. De inleveractie gaat gepaard met een landelijke campagne. De politie wil hiermee het aantal steekpartijen terugdringen. Op 1 mei treedt er een wetswijziging in op de wet wapens en munitie. Dat betekent dat vanaf die datum alle stiletto's, valmessen en vlindermessen verboden zijn. Burgers krijgen een week de gelegenheid, dus tot volgende week maandag, Koninginnedag, om deze verboden wapens in te leveren. Als ze dat niet doen en ze worden later mee aangetroffen op de openbare weg, dan staat hun fikse boete te wachten. Mensen die vanaf 1 mei toch gepakt worden met een steekwapen, worden hard aangepakt. De boete bedraagt €350. De hoogte van het bedrag heeft te maken met de gevaarzetting. Een steekwapen is een onderschat, dodelijk wapen. Als je het bij je hebt, is de verleiding groot om hem in een moeilijke situatie te gebruiken. Vaak met zeer ernstige gevolgen. En daarom is het boetebedrag zo hoog. En ja, mensen kunnen een hoop leuke andere dingen doen met dit geld. De politie hoopt dat mensen massaal hun steekwapens komen inleveren. Het loopt nog niet heel erg storm. Ik heb gisteren een belrondje gemaakt langs verschillende bureaus in de regio. Maar burgers hebben tot volgende week maandag kans om de steekwapens in te leveren. Dus we hopen dat dat nog in grote getale gebeurt.